Ja, we zijn weer bij u terug vandaag. Waarom? Ja, omdat we eindelijk vandaag de uitslag hebben gekregen van de test van een van de ouders. En nu de duidelijkheid hebben dat beide ouders van de leerling de besmetting met het coronavirus hebben. Ja, want even voor de duidelijkheid, ze zijn positief getest en dat betekent dat beide ouders een coronageval hadden. Nou zat er een kind van deze twee ouders in de klas op de Heemlanden. Hoe is het daarmee? Ja, nou, met die leerlingen is het goed. Die leerling is niet ziek, vertoont geen enkele besmettingsverschijnselen, geen enkele symptomen. En die leerling is vandaag wel naar huis gegaan. En op advies van de GGD blijft deze leerling ook de komende 2 weken thuis. Dus toch een soort quarantaine nu voor haar? Ja. Nu wel. Nogmaals, de tijd dat ze hier op school was, was het meisje niet besmettelijk. Maar voor alle zekerheid wordt het meisje nu wel thuis gehouden. U heeft vandaag het sprongetje gezien. Hè? We hadden gisteren nog 1 geval en nu zijn het er ineens 10. Wat doet dat met u? Ja, nou, 9 volgens mij nu hier in Houten. Het gaat dus om 2 ouders van College de Heemlanden. En het gaat om in ieder geval een leerling van Houtens. En natuurlijk iets wat je raakt. En we leven ook mee met alle betrokkenen.